Geluid, geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden? Geen bijzonderheden. Welkom, we zijn hier in Olst bij de bunkers van de Stichting de IJssellinie. In het kader van de Week van de Geschiedenis hebben wij gemeend het publiek een indruk te geven van hoe het was als de IJssellinie daadwerkelijk in gebruik zou worden genomen. Daartoe zijn wij in samenwerking aangegaan met een reenactment groep. En zij proberen hier het publiek een beeld te geven van hoe het was. Zou de IJssellinie daadwerkelijk gebruikt worden ter verdediging tegen de mogelijke Russen? De IJssellinie is eigenlijk de laatste Hollandse waterlinie die aangelegd is. Het water zou gebruikt worden om het land onder water te zetten. En zo zouden vanaf Nijmegen tot aan het IJsselmeer over een breedte van 5 tot 10 kilometer alles onder water komen te staan. Dit weekend zijn leden van de reenactmentgroep DKO, dienstplicht Koude Oorlog, hier in het gebied om een oefening te houden. En maken daar gebruik van de objecten van de IJssellinie. En de IJssellinie is gelukkig nooit daadwerkelijk gebruikt.